Nou mensen, ik ben ondanks alles toch nog maar even gekomen. Ik heb nog even overwogen om mijn contract voor 2,8 miljoen te laten afkopen. Maar daar trappen ze in Dommelbaarse Durp niet in. Nee, Dommelbaarse Durp niet. Maar goed, zo'n volle zaal, die kan ik niet laten schieten. Hè? Ik bedoel, dat is weer wat anders. Van de week stond ik nog voor een helemaal lege zaal. Ja, ik moest namelijk spreken op een congres voor mensen met dementie. Dat waren ze allemaal vergeten. Goed, ben ik nog even naar het café daarnaast geweest. Maar daar hoorde ik niet. Dat bleek een café voor doven. Maar goed mensen, laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. Ik sta hier niet voor jullie. Ik sta hier voor mijn psychiater. Maar mensen, ik ben niet gek, hè. Ik ben niet gek. Het is niet zo dat als ik zit te eten, hè, dat ik met mijn soep praat of zo. Zo van, hey soepie, heb je het lekker warm in je balletjes? Ik moest in die periode ook vaak naar de winkel om inkopen te doen, hè. En ging naar de Albert Heijn daar bij de Marktveldpassage. En daar staat ook regelmatig zo'n dakloze voor de deur. Dus vraagt hij aan mij, meneer, heeft u iets voor me? Ik heb zo'n honger. Ik zeg, ja, ik ook, daarom kom ik hier. Kom ik weer met een volle winkelwagen naar buiten, zegt diezelfde dakloze. Daar kan in Afrika een gezin een heel jaar van eten. Ik denk, verdomme, zie je wel eens hier veel te duur zijn? Maar goed, het werd zo wel snel duidelijk dat ik niet kon blijven wachten tot die volgende kletsavond om weer dat podium op te gaan. Ik moest snel handelen. Ja, wat doe je dan, hè? Ja, ik dacht, ik regel gewoon een soort van optreden voor mezelf. Heb ik auditie gedaan bij de Vugse Theatervereniging. Maar dat heb ik snel de revue laten passeren. Toen heb ik nog een poging ondernomen om als danser de harten van het publiek te winnen. Stond ik daar aan de inschrijfbalie van het MIK in de speeldoos. Maar ja, ik kon niet kiezen, hè. Breakdance of klassiek ballet. Kwam ik gewoon meteen in een spagaat terecht. Ik heb laatst nog eens een begroting gemaakt van het totale huwelijk. Ja, zoals mijn psychiater altijd al zei, het kost wat centen, maar die betaal je dan ook. Ja, voor datzelfde geld kun je wel een paar jaar carnaval vieren. En carnaval, daar zit je gemiddeld maar 4 dagen per jaar aan vast. Het huwelijk daarentegen, tegenwoordig toch 1 jaar of 5. Ja, na het zien van die begroting werd ik dus ook sterk gestimuleerd om een baan te zoeken. Want ik wil graag een grote en dus dure bruiloft. Althans, dat moet ik zeggen van mijn verloofde. Maar dat zoeken naar werk, daar viel nog niet mee. Ik dacht eerst van, laat ik iets sportiefs doen, hè. En ik zoek het meteen hoog op, dus ik stuur een sollicitatie naar de Zwaluw. En zoals ik wel had verwacht, wilden ze me daar meteen in de verdediging hebben. Zo schreven ze terug, u bent wel de laatste man die we nodig hebben. Ja, ik kreeg nog 1 oefenwedstrijd de kans om mezelf te bewijzen. Nou, dat hebben ze geweten, hoor. Ik heb mijn beste beentje voorgezet en ik heb 2 keer gescoord. De wedstrijd werd dan ook 1-1. Ja, maar, bij de 2e oefenwedstrijd bleek dat die ene goal echt een ongelukje was. En na de 5e eigen goal werd ik uit het veld gehaald. Geen sportcarrière dus. Ik heb nog steeds geen baan. Ik heb een dikke rekening van de psychiater. En ik heb mezelf verbonden aan een huwelijk met alle kosten en gevolgen van dien. Allemaal dankzij die klets van vorig jaar. Daarom heb ik alle rekeningen ook ingediend als declaraties bij de penningmeester. Maar ja, die was er niet mee eens. Maar het bestuur was wel zo goed om me als schadevergoeding een consumptiebon te geven. Dus denkt u na om mee te doen in de ton, dan bij deze raad alvast als troost. U krijgt van het bestuur vast een consumptiebon en die ga ik nu besteden. Proost!